Dit is nieuwsuitzending nummer 103. En ik ben vanavond naar de kroeg geweest en ik heb een paar glazen rode wijn gedronken. En dat is maar goed ook. En ik praat heel zachtjes om mijn bovenbuurvrouw niet wakker te maken. Om het zo kort mogelijk te houden. Ik ben in het bezit gekomen van een boek. En dat boek dat heet De Dagboeken van Anne Frank. En dan denk je ongetwijfeld, net als ik, hoezo de dagboeken? We gaan deze eventjes tuimelen. En dan vergroteren. En dan gaan we hier doorheen eventjes kijken. De dagboeken van Anne Frank. En dan kijken of we nog hebben we textuele dingen. Ja, oké, dat lukt dus allemaal. En dan gaan we nu inzoomen. De dagboeken van Anne Frank. Nou, ik ben opgegroeid in een tijd dat men sprak van het dagboek van Anne Frank. En dat er een meervoud van bestaat, dat verbaasde mij. En dan kunnen jullie tegen mij zeggen van, oh Perry, dat verbaasde jou pas toen je... Hoe oud was ik toen? 55 of 56? Iedereen wist dat toch al, joh. Heel veel dagboeken van Anne Frank. Nou, dit boek is mij dus... ik zal even een slideshow maken. Want ik vind het best erg. Dit wordt een lang verhaal en ik... Het is nu 10:30. Is dat 10:30? Dat is 10:30 heb ik. Hè? Ik probeer het kort te houden. Hè? Maar dit zijn de scans die ik gemaakt heb. Dit zijn de krantenschripsels. Die ga ik zo dadelijk bespreken. Dit wordt een heel lang verhaal hoor. Dit zijn scans van het boek. Deze ook, die moet gedraaid worden, maar dat doe ik... Nee, deze is goed, denk ik wel, maar die moet wel gedraaid worden. Daar ga ik het allemaal over hebben. Kijk, deze staat goed. Het wordt allemaal heel erg interessant. En dan, dit gaat over geld en uiteindelijk gaan we het hebben over seks. Ik weet niet wat de dagboeken van Anne Frank te maken hebben met seks, maar... ze had iets met seks, zeggen ze. Erg is het. Laten we terugkeren naar het waar het om gaat. Ik pak gewoon die eerste weer even. De eerste is hier. Is echt erg. Ik doe dit niet voor mijn lol, hè. Je moet niet denken dat... Oh, die Perry is een stomme klootzak. Oh, iedereen weet dat. Ze is een eikel. En die gaat niet vaak genoeg naar de tandarts of zo. Hij drinkt te veel alcohol, man. En hij komt te vaak in een streetcafé. Ik heb trouwens vandaag 1-1 gespeeld met schaak. Niet tegen de beste schaker, maar aan het streetcafé, maar... in ieder geval een schaker. Dus geloof mij een klein beetje. De dagboeken van Anne Frank. Ik heb... dit werk meegenomen naar een strafadvocaat en die was niet Joods. En hij was ook verbaasd. En toen ik hem vroeg, die strafadvocaat, en waarom ik bij die strafadvocaat was, is niet belangrijk in dit verhaal. Want dat was vanwege een akkefietje. Die dingen gebeuren.
Hij zei tegen mij, dat zijn er vast 3. Nou, dat klopt. Dat is inderdaad waar. Hij had het in 1 keer goed begrepen. Dit is een uitgave. Even terug in zoomen. Dat wilde die advocaat ook weten. Maar dit is dus uitgegeven door onze staatsuitgeverij. Dat kunnen jullie wel lezen toch, hè? Het is maar een scannetje van 72 dpi. Maar ik denk dat jullie met jullie geestelijke vermogens wel kunnen lezen dat hier staat staatsuitgeverij. Schravenhagen, 1986, uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam, 1986. Holocaustontkenning is een strafbaar feit. Ik kan u een stilte laten vallen. En dan haken jullie allemaal af. Want dan denk je, oh, mijn internet is uitgevallen. Laat Perry een beetje doorlullen. Ja, maar ga er even over nadenken. Hè? Want ik praat nog steeds. Holocaust, ontkenning. Is een strafbaar feit. En wat is dit boek? Uitgegeven door de staatsuitgeverij? Nou, dit boek staat berstens vol met leugens. Dat is jammer. Want het punt is dat er is een instantie en die heet de Universele Kerk en die zaait tweedracht. En de Joden die zijn hun jojo. De Joden weer wel en de Joden weer niet. De Joden weer wel en de Joden weer niet. En in de Tweede Wereldoorlog zijn de Joden weer eens de lul geweest. Ik weet dat er mensen zijn die zeggen, dat is de Joden hun eigen schuld. En die mensen hebben geen gelijk. Je gaat mij niet vertellen dat er een genetisch DNA-itisch volk van God is. Luister maar naar mijn eerdere uitzendingen met Jurk. Ik hoop dat ik nou goed zeg, Jurg. Het is voor ons Nederlanders heel moeilijk om de naam Jurg uit te spreken. Jurg Gliesman. Heist hem, dat is Duits. Heet hem. Ditsch. Heet hem. Heist hem. Hij weet het ook. En de Joden worden iedere keer te grazen genomen. En het smerige is dat nadat ze de Joden te grazen hebben genomen, dat ze ons dan gaan bestoken met porno. Van die slechte porno. En nou ben ik mijn aansteker kwijt. Dat is ook kut. Ik kan het doen. Waar ligt het? Gevonden. Niks aan de hand, mensen. Ik doe mijn vuurtje aan. Dan gaan we nou een holocaust maken. Een vuuroffer. Een vuuroffer. Voor de staatsuitgeverij des Gravenhagen. Dus de staatsuitgeverij gevestigd te Den Haag. Al die medewerkers, die gaan we in de fik steken. Al die mensen die meegewerkt hebben aan deze leugen, dat mag niet. Dat is gewoon dood ermee. Hè? En dat bedoel ik vrolijk. Ik ben niet gewelddadig. Hè? Niet zeuren over mij. Maar onthoofden, ophangen, doodschieten lijkt mij een geweldig alternatief.
Want ik vind het schandalig. Wat er met mensen gebeurd is. Gewoon omdat ze een lange nase hadden. Hatten. Hoe heet dat op het Duits? Wie heet het op het Duits? Een lange nase. Een grote nase. Straks gaan ze mensen pakken en die hebben kleine oorlellen. Wil je dat dan? Erg. Erg. En ik ben nog maar op 45, dus dat is, ik ben pas een kwartier bezig. Als we zo dadelijk op een uur zijn, doe ik eventjes een pauze muziekje. En dan ga ik door. Hebben we dat afgesproken? Of hebben jullie geen respect voor mensen die zijn omgekomen? Die zijn verkwanseld. Hun levens zijn kapot gemaakt. Omdat ze Joods waren. Geloof je dat niet? Akel. En ik ben er niet boos om, want ik begrijp wel dat jullie het moeilijk te verteren vinden. Dat er zomaar een bepaalde groep wordt gedestinieerd. Dat is volgens mij een Nederlands woord. Op zijn Engels is het designated. Aangewezen woord. Die zijn de eikels. Pak ze. En dat is gebeurd, jongen. En gaan we dan niet lopen eikelen van... Nou, ik ben een meisje en ik heb altijd een hele leuke armband en een haarband. En noem mij geen jongen. Dan ben je toch een eikel. Jongen. Je hebt de rest in de I Ching staat... Bij de dood geldt. Respect voor de rouwende. Respect voor de rouw. En wij moeten rouwen over die dode Joden. En dan kunnen mensen zeggen, ja, maar de zigeuners zijn ook dood gegaan. En de homo's ook. En is het ook zo. Maar het is wel de zoveelste keer dat de Joden gepakt worden. Of niet? Hoe lang is het geleden dat de paus zei dat de Joden Christus gekruisigd hebben? En daarmee verdoemd zijn. Denk er eens even over na. Zoek het op internet. Dat is heel lang geleden, jongen. Is het maar de eerste scan? Dat zijn de dagboeken. Dat is een meervoud. Ik zal het eventjes aanwijzen. Ik ben niet boos, mensen. Ik bespreek het alleen maar heel neutraal. Snap je dat? Ja. Dagboeken. Is dat een EN? Meer van. Hoeveel dagboeken? En die strafadvocaat zei 3. Nou, dat was goed gegokt. Dat kan ik hem zonder meer vertellen. Ik pak hem even op bij het begin. En dit is een andere. Dit is een krantenartikel. Ik krijg hem helemaal goed. Ja, oh, die weet ik. Ik ga hem eerst voorlezen. Ik doe het net als met de MH17. Dat ik het eerst ga voorlezen en dan ga ik het uitleggen wat je leest. Etalage Magazine staat er, denk ik. Het zal een bijlage zijn van een volkskrant, dinges of zo. De titel is Bewegende Beelden. Anne Frank Remembered. Nederland 2, 19.25-21.29 uur. Hitlers beroemdste slachtoffer wordt Anne Frank wel genoemd. Maar wat heeft ze daaraan? Ze werd niet ouder dan 15 jaar. Huilend, stijf, gevroren en ondervoed bezweek ze in februari 1945 in Bergen-Belsen aan tyfus. 10 dagen
voor het kamp werd bevrijd. In de 2 uur durende documentaire Anne Frank Remembered geeft Hanely, ik weet niet hoe het aanspreekt. Ik slacht haar naam, dat is het Engels, hè? Hanely Goslar of Goslar. Zij overleefde Bergen-Belsenwel. Een indrukwekkend verslag van Anne's laatste dagen. Goslar is een van de vele ooggetuigen die in deze Oscar-winnende documentaire uit 1995, ik lees heel veel Engels, 1995, herinneringen ophalen aan Anne. Fragmenten uit Anne's wereldberoemde dagboek, tussen haakjes, 25 miljoen verkochte exemplaren, worden voorgelezen door actrice Glenn Close. Ze hebben hun kracht nog niet verloren, maar ze zijn bekend, te bekend bijna. De meerwaarde van Anne Frank Remembered ligt dan ook in het complete beeld dat daarin van het leven van Anne gegeven wordt. Regisseur John Blair, wist tot dusver onbekend archiefmateriaal van voor en na het onderduiken in Amsterdam boven water te krijgen, waaronder de enige bekende bewegende beelden van Anne. Ja, en de bewegende beelden die zie je links. Want hier zie je dus het hoofd van Anne. Dus zo'n klein stukje. En dan heb je dus hier. Het is groter, zie je dat? Ja, het is zo groot. En dan hier is het zo groot. Ik hoop dat jullie het kunnen zien. Het moet steeds groter maken. Het is een bewegend beeld. Hè? Dit is Anne Frank. Dus ik doe nu even kijken hoe ver ik zit. Of ik al op de helft van de... Ja, ik zit er bijna tegenaan. Dat is mooi. Dus ik ga nu even een muziekje opstarten. Voor de pauzers. Pauze. Ja, niet de pauze natuurlijk, hè. Over de pauze in Anne Frank kan je uren over lullen. Maar ik weet vast wel eventjes een leuk pauzemuziekje te vinden. Dat lukt me wel. Als mijn computer een beetje meewerkt natuurlijk. Oh, het komt langzaam binnen. Ja. Oh, we doen gewoon deze, dat is ook heel leuk. Hele mooie opname. En jullie kunnen het wel horen. De muziek nog helemaal niet begonnen. Maar het begint wel, hoor.
Komt-ie. Nou, dat is toch een mooie pauzemuziek. Het is een C groot. En er zitten heel veel, hoe heet het alweer, wat Bach altijd doet. Ja, no, doen. Ja, no, doen. Ja, no, doen. Ja, no, doen. Jong, jong. Mooi, ja. Zo kunnen wij mensen zijn. Wij kunnen gewoon muziek maken. We hebben niks nodig. We hebben... Hier zit een flats. En hier rechts sta ik. In het midden zie je René Balduk. Hele zorgvuldige man. Maar goed, ik noem uit. De pauze is voorbij. Ja. Terug naar waar ik het over had. Dat ging toch hierover. Ik heb alles voorgelezen. En nu ga ik deze tekst analyseren. Bewegende beelden. Dat klopt natuurlijk niet. Hè? Film had dat moeten heten. Dit is wat hier staat. Dit zijn vier plaatjes. Weet je nog van de Pentagon? Ik kan er even bij pakken. Dat is best wel interessant voor jullie. Pentagon images. 9/11. Misschien vind ik hem wel niet. Die ene op, ja, deze is het. Ja, deze is het. Wat zie je hier? 2002 vrijgegeven. Hier, één plaatje. Twee plaatje. Drie plaatje. Vier plaatje. Vijf plaatje. Afgelopen. Vind jij dat een bewegend beeld? Ja, ik weet niet hoor. Wel, als het een pornofilm was geweest, ja, ik... Is dat bewegend? Nee, dat bedoel ik als grapje. Ik wil niet vervelend overkomen. Dit zijn geen bewegende beelden. Dit zijn gewoon vier plaatjes. Dus iemand heeft dus kennelijk een film gemaakt van Anne Frank. Maar aan de andere kant, ja, ze staat er wel iedere keer hetzelfde op. Dus Anne Frank stond helemaal stil. En iemand heeft dat met een 16mm camera daar kennelijk een opname van gemaakt. Erg. Het is gewoon één foto met meerdere uitsneden, dat is meer niet. Het is gewoon precies hetzelfde. Ik denk dat ik dit eruit kan knippen. Ja, dit. En dan vergelijk ik met dat. Ja. Het is gewoon precies hetzelfde. Geen pixelverschil. Is Anne Frank aan het zwaaien of zo? Natuurlijk niet. Ik krijg een Skype binnen van Jurk. Ja. Eventjes heel even. Jullie mogen toch wel meekijken. Dus naar Jurken Kliesman. Jurk. Het is een beetje moeilijk om Duits te praten voor mij als Nederlander. Terug naar waar we bezig waren. Die plaatjes, dit zijn dus geen bewegende beelden. En dan gaan we door met deze tekst. Hitlers beroemdste slachtoffer wordt Anne Frank wel genoemd. Nou, daar weet ik helemaal niks van. Even nog kijken. Ja, dat gaat allemaal goed.
Met Jörg Liesman heb ik hele mooie dingen gemaakt. Echt hele mooie uitzendingen. Moet hier nu naar luisteren. Ik bedoel moeten. Du sollst auf Deutsch. Du sollst. En Arthur Schopenhauer, dat was ook een Duitser. En die heeft dus gezegd dat het woord moeten, of het werkwoord, ik moet, jij moet, wij moet, jullie moet, jullie moet, allemaal moet. Maar het woord moeten, dat heeft de gelijke grond als het woord kunnen. En dan met name het woord mogen. Dus moeten, kunnen en mogen. Er is niet echt een verschil tussen. Er is wel een verschil tussen domboos en domboos zoals ik. Ik trek nu even mijn biertje open. Dat klinkt een beetje raar, maar dat is mijn bier. Hitlers beroemdste slachtoffer wordt Anne Frank wel genoemd. Ja, oh ja, joh. Wie was het slachtoffer van Adolf de vioolspeler? Adolf Hitler. Hitler onder roef. Wie was het slachtoffer? Ik dacht de Duitsers. Of beter gezegd de protestanten. En de Duitsers, dat waren de beste protestanten. Nou, en waarom dat is, dat weet ik ook niet. Ze zullen een metafysische grond hebben of zo. Maar protestantisme, dat was van Duitsland. En Hitler, die heeft die Duitsers gepakt. In opdracht van de paus. Want de paus houdt niet van protestantisme. Van protestantisme. Oké. Okay. Jörg Liesman is bezig. Laat maar even gaan. Nou, ook het kort. Even kijken. Ik heb een half uurtje. Misschien is wel inleiding is wel mooi. Dan ga ik eventjes met Jörg Liesman praten. Doe het gewoon een intro, want het is echt, het is een ongelofelijke bagger. Laat ik hem afsluiten. Met dat ik deze artikelen in handen heb gekregen. Dat was via mijn tante Til. En dat is de jongste zus van mijn vader die overleden is. En dat is niet erg, want ja, in principe gaat een vader eerder dood dan de zoon. Ik ben er niet rouwig om. Behalve dat ik hem... Hij heeft wel een grote bek. Soms mis je dat. En hij kon goed koken. En mijn tante Til... Daar was ik beland na een lange wandeling. En ze woont op een hele mooie weg. Of een laan. Nee, het is niet een weg of een laan. Het is echt een heel mooi straatje in Amstelveen. Je weet het zo te vinden. Het is eigenlijk het mooiste straatje van Amstelveen. Met die, waar het zonlicht zo mooi. Ja, naar binnen valt. In de buurt van waar de rijke mensen wonen. En ik was bij haar met een kennis, een vriendin, iemand die ik jaren kende. We hadden samen ons helemaal kapot gelopen. En dan waren we daar en dan zaten we whisky te drinken. En ik hou daarvan. Niet per se van whisky hoor, maar ik hou er wel van. En mijn tante Til heeft een geweldig mooie boekenkast. Gewoon een vet apparaat met zorgvuldig... sorteerde boeken. En dan lag er één boek en die lag helemaal bovenop.
En het heette dus De Dagboeken van Anne Frank. En dat verbaasde mij. Want ik wist alleen maar van het dagboek van Anne Frank. Ik keek er in dat boek. Ik heb scans gemaakt. Die komen zo dadelijk allemaal. Dus jullie moeten geduld hebben. Tenzij je denkt van, ja, maar de holocaust, dat is zo lang geleden, dat doet er niet meer toe, hoor. Het is net als 9-11, dat is zo lang geleden. Of de MH17, wat maakt me het uit? Het gaat om het heden en de mogelijke toekomst. Dan ben je gewoon een eikel. En je hebt gewoon te luisteren naar wat ik heb ontdekt. En je mag mij mijn woord niet afkeuren op basis van het feit dat ik flaporen heb ofzo. Je zal naar mij moeten luisteren. Je zal de rust moeten nemen. Want holocaustontkenning is strafbaar. En hier heb je dus holocaustontkenning. Daar gaan we het over hebben. Ik beschuldig de staatsuitgeverij ervan dat ze liegen over het leed wat Joodse mensen is aangedaan. En ze doen het af met een grapje. Sie machen da ein Witz von. Ik kan geen Duits, maar dat betekent niet dat ik mijn staatsuitgeverij te Schravenhagen niet mag beschuldigen van holocaustontkenning. En als ik geen gelijk heb, nou heb ik geen gelijk. Het punt is dat ik gelijk heb. Want ik weet waar ik het over heb. Ik ben bij de katholieken, de universalisten, de globalisten, hoe wil je die lui noemen, met die priestervereering, met de paus bovenaan. Ja. Dodenverering is het in feite. Ik ben daar op logica les geweest. En ik weet hoe het liegen in elkaar zit. Ik pak nog een stukje door. Want we hebben nog ongeveer een uur. En Jörg Gliesman is nog wel eventjes wakker, denk ik. Deze zinnen, maar wat heeft ze eraan? Ja, dat zegt mij niks. Ja. Ze werd niet ouder dan 15 jaar. Dat moet je goed onthouden. Zij is 15 geworden. Zij stierf toen ze 15 was. En ze bezweek aan tyfus. Dat is bekend van die kampen. Anne Frank is niet vergast. Zal ik hem nog even uitvergroten? Ja. Anne Frank is niet vergast. En ze is naar Auschwitz af. Dat zeggen ze dan. Anne Frank is naar Auschwitz gebracht. En daarna naar Bergen-Belsen. En daar is ze bezweken aan de tyfus. Dat heb ik op andere plekken ook gelezen. Dus dat zal wel kloppen. En zo gek is dat niet. Want Joodse mensen werden gewoon. Ja. Het is verschrikkelijk. Mijn punt is dat als zoiets gebeurt, dan zijn de mensen die het gedaan hebben, die zijn schuldig. En wie heeft dit gedaan?
En dan kan je wel zeggen, ja, we hebben bewegende beelden. Kijk eens, bewegende beelden. Want Anne Frank zit dan steeds zoveel centimeter eronder, zie je? Maar dat is vies. Dat mag niet. Ja. Dit is geen informatievoorziening. En dan 10 dagen voor het kamp werd bevrijd, ja. Ja. Bullcrap. Want dat weten ze echt niet zeker. Ze hadden moeten zeggen, ze is op 14 februari 1945, is haar, 14 februari 1945, hebben ze dus een document gevonden en daarin stond Anne Frank is dood. En 24 februari werd het kamp bevrijd. Dit is vage informatie en dit is een schande voor. Het is een schande. Ik weet dat er een heleboel mensen zijn en die zeiken over Joden van ja, die Joden, die oh, die Joden, die. Een schande. Hieraan kan je gewoon zien hoe de paus werkt. Want daar gaat het om. De paus, dat is de koning der koningen. De heerser der heersers. Hij is onfeilbaar. En hij speelt ons tegen elkander uit. Ik kan het nog een keer zeggen. En dat zal ik ook doen. Bob Marley is dood. Ik niet. Vandaag niet. Ja, zolang ik nog tegen jullie praat. Maar Bob Marley vertelde al van Babylon. En hier zie je Babylon. En het dogma van Bob Marley is, zorg ervoor dat vrouwen niet huilen. Heel veel mensen denken dat no woman, no cry, dat dat betekent geen wijven, geen gezeik. En daar blijf ik ook bij, dat dat een goede vertaling is. Maar dat komt, ik kan niet met vrouwen omgaan, ik heb er geen geduld voor. Aan de andere kant betekent dat iets anders. En vrouwen mogen niet huilen. Huilen is alleen voor mannen. Ik maak een beetje herrie, maar het is op de achtergrond. Ik heb nog 20 minuten. In de 2 uur durende documentaire Anne Frank Remembered. Ja, het zal weer een Engels verhaal zijn. Remember. Geeft Hanneli Goslar. Zij overleefde Bergen-Belsen wel. Een indrukwekkend verslag. Oh ja, joh. Van Anne's laatste dagen. Kijk. Het gaat om een. Het beroemdste slachtoffer. Ze heet Anne Frank. En die heet dus slachtoffer. En niet Anne. Zo, hè? Ze heet Anne Frank of slachtoffer. Hoe heet ze eigenlijk? En Anne? En die vrouw die was erbij. Hanneli Goslar was erbij. Oh. En Goslar is een van de vele ooggetuigen. Aha. Er waren dus nog meer getuigen, ooggetuigen,
die de laatste dagen van Anne Frank hebben meegemaakt in Bergen-Belsen. Maar die Hannelie Goslaar is dan degene. Snap je hem? Kijk, Joden zijn... Het is echt gebeurd, hè? Er zijn meer Joden naar Auschwitz gegaan dan er van zijn teruggekeerd. De waarheid is iets wat je onder ogen moet zien. Maar liegen over wat er gebeurd is, is scandaleus. Is dat Nederlands? Schaamtevol. Het is schandelijk, schandelijk. Het is gewoon schandelijk. Er zijn gewoon Joden doodgegaan. En dit bijvoorbeeld. Fragmenten uit Anne's dagboek. Wereldberoemde dagboek. 25 miljoen verkochte exemplaren. Ja? Dat is dubbel, hè? 25 miljoen is een, ja, lijkt me wel wereldberoemd, hè? Ik heb zo'n beetje 20 tot 200, nou, tot 500 views of zo. Dus dubbel op is liegen. En die worden voorgelezen door actrice Glenn Close. Ze hebben hun kracht nog niet verloren, maar ze zijn bekend, te bekend bijna. Oké, maar wat dan? Oh, wacht eventjes. Het begin van de zin is... Echt heel ingewikkeld Nederlands dit. Fragmenten uit Anne's dagboek. Fragmenten uit het dagboek. En die ze, de fragmenten, hebben hun kracht niet verloren, maar ze zijn bekend. Te bekend bijna. De fragmenten uit het dagboek, sorry, ik moet tegen de microfoon gaan. Zijn bekend. Te bekend bijna. Ja. Wat houdt het in? Ik weet het echt niet. Dit is gewoon een of andere journalist die moet gewoon iets typen of zo. De meerwaarde van die film. Ik hoef het nou niet meer letterlijk voor te lezen. De meerwaarde van die documentaire film ligt in het beeld van het leven van slachtoffer. Oké. De meerwaarde van de film ligt in het beeld van het slachtoffer. De regisseur wist tot dusver. De regisseur heeft beeldmateriaal gevonden van voor en na het onderduiken in Amsterdam. Oké. Waaronder een film. Ja. Dat is van het Pentagon. Ja. Dat is mooi. Echt geweldig. Het is een krantartikel. Dat zat dus in het boek. En ik wilde dat boek helemaal niet meenemen. Ik had het boek alleen maar gepakt. En ingelezen en ik dacht van dit is bagger. Maar dat vond ik. Ik vind het taalkundige bagger. En dat er een Joodse vrouw is geweest die aan de tyfus is overleden in Bergen-Belsen. Ja, dat lijkt me wel, ja. Maar dat je dan daaroverheen dit
dat je haar moet wegzetten als een geile teef. Kom ik goed over? Zal ik het spellen? Sjors, met een G. Nee, dan moet je zeggen Groningen, Eduard, Isaac, Leo, Eduard, Theodor, dubbel Eduard, Frederik. Is er een grens aan wat wij accepteren eigenlijk? Dat vraag ik me wel eens af. Hè? Vinden we alles maar goed? Ja, we are all one. In everything is happy. My walls are happy. My kitchen is happy. En dat stond gewoon toen in de krant. En dit is zo'n fucking... Even kijken hoor. Wat kan het nou? Oh ja, wacht even. De datum van het... Die zie ik dus niet. Want wat hier staat... Ik zal even kijken naar het datum. Hè. Dat is uit het dagboek. Ik ga dit stukje krant ga ik zo dadelijk oppakken. En ik ga deze uitzending eventjes bewaren. En ik hoop dat ik goed heb duidelijk gemaakt dat, om maar iets te noemen, hè, ik heb vandaag iemand gesproken en die had echt hele grote oren. Die stond echt wijd van zijn hoofd. En naast mij zat iemand en die had ontzettend veel pigment. Want echt dat je denkt van, ben je naar de zonnebank geweest of zo? Die was net als Obelix, van Asterix en Obelix. Hè? Hij was gewoon als kind in de zonnebank tent gevallen of zo. Hij was zo zwart als de dag. En mij maakt dat niet uit. Dat zijn voor mij allemaal mensen. En waar ik niet van hou... is dat ze dit soort bagger gaan aanlopen uitstorten... bijvoorbeeld over mensen die van Joodse afkomst zijn... of Joodse cultuur hebben. Of whatever. Het maakt mij niet uit. Ik ga om met reggae-lui. Are you my friend, my neighbor or my enemy? Who are you? Who are you? Are you my friend, my neighbor or my enemy? Who are you? Who are you? Dit mag niet. En wij horen de Joden ook te verdedigen. Hij staat goed begrip. En proor ik een beetje niets of zo, hè. Maar de Joden, dat zijn onze broers en zus. Auch. Mind you. Als je deze mensen in de steek laat. Er wordt een puinhoop, jongen. Echt, ik beloof je. Dat gaat niet goed gaan. Dat gaat niet goed gaan. Dus hier moet er iets mee stoppen. In de zin dat ik deze opname ga afsluiten. Ausschlossen. Maar op z'n Duits natuurlijk. Want het is wel heel toepasselijk. Dat we nu op z'n Duits gaan afsluiten. Maar hartstikke dank jullie wel dat jullie hier naar geluisterd hebben. We gaan tegen het uur aan. Dus ik val jullie niet eens heel erg lang lastig. En in de volgende, dan pak ik hem weer op en dan ga ik dus dit stuk oplezen. En daarna ga ik dus beginnen aan die uitgeving van de druk van de staatsuitgeverij. En dan wordt het pas echt smerig. Dat wordt erger dan de MH17.
Kijk, bij de MH17 waren er 200 Nederlanders. Bij Marianne Vaasra ging het om 1 Nederlander. Een Fries, weliswaar. Hè. En het kan dooien, het kan vriezen. En het beste het ze dooien, vriezen. Maar er was 1. De MH17 waren er 200. Hier gaat het om hoeveel Joden, hoeveel Joodse gezinnen zijn kapot gegaan hieraan. Heb je enig idee? Dan heb ik het over gezinnen, families, mensen die helemaal alles kwijtraakten. Heb je ooit gehoord van Barry Gamish? Ik hoop dat ik het goed zeg, want ik ben op kussens Joods en dat is helemaal niet waar. Dat is gewoon niet waar. Maar ik vind het een goede grap. Ik ben op cursus Joods. En Barry Gamish. Op zijn Engels noem je hem Barry Chamish. Maar volgens mij heet hij Gamish. Je moest eens weten wat zijn familie is overkomen, jongen. In Auschwitz was kut. Laten we daarover eens zijn. En de rest, was dat beter? En dit dan, deze bagger. Moeten die Joden dat allemaal over zich heen laten komen? Al die onzin. Die stomme paus. Die onfeilbare mens. Het beste is eigenlijk nog dat iedereen gaat kijken naar die uitzending van Jiske Vet. Waarbij Hans Teeuwen, een van de betere komieken. Hij heeft natuurlijk een voordeel omdat hij Nederlands spreekt. Dus hij is grappiger dan veel anderen. En daarin speelt hij Sinterklaas. Is hij de paus? En dan wordt hij bevredigd. Heerlijke uitzending. Kijk er eens naar. Dan kan je tenminste lachen om de paus. Want om het feit dat er een Joods meisje is geweest, dat misschien Anne Frank heette, of Anne Grunstein, maar er zijn Joodse meisjes gewoon. Oh, kom weer tegen de microfoon aan, sorry. Maar er zijn Joodse meisjes, zo oud als Anne Frank, aan de tyfus bezweken. Leuk is dat. En gaan we daar dan seksuele verhalen bij vertellen? Nou, de staatsuitgeverij vindt van wel. En nu is mijn vraag aan jullie. De staatsuitgeverij gaat geile dingen in de rondte slingeren over een Joods meisje. Een meisje wat van Joodse afkomst is. En dan kreeg een sterretje, een geel sterretje of zo. En uiteindelijk moet. Oh, kom weer de microfoon aan. En uiteindelijk moet ze dan. En ze gaat dood. Want ze zal wel dood zijn, hoor. En als Anne Frank het niet was, was het wel een ander meisje. Hè? Esther Goldblum of zo. Snap je? Er is niet zoiets als een. Ja, het gaat om mensen. Er zijn mensen gestorven. In Auschwitz. En in Bergen-Belsen. De lijken lagen opgestapeld. Ga maar op YouTube kijken. Ga maar. Zie het maar, jongen. De lijken lagen daar. En op deze manier daarmee omgaan. En dat is onze staatsuitgeverij. En je mag mij morgenochtend komen arresteren om over een uurtje of 3 of zo. Toch? Dat doen ze er altijd. Midden in de nacht, om 6 uur, op die deurbel. Ja.
Maar deze uitzending, die staat gewoon op YouTube. En als je mij niet gelooft, dan ga je dat boek maar zoeken. Hoe ze de Joden te pakken hebben genomen. Maar het gaat om de katholieke kerk. Hé, mooi. Hij is richting de 30. Toppie, toppie, toppie. Nou, ik zou als afsluiting eventjes iets van Bob Marley kunnen gaan draaien. Maar dat doe ik gewoon niet. Ja. Ik zeg gewoon nog op zijn Duits, dat ik net al zei. Gewoon, ik zeg gewoon lekkertjes. Dag liefers, dank jullie wel.